Welkom bij Amix TV. Oké, klaar. Draai eens af. Zo, wat is de vraag weer? Tik meisjes of skinny meisjes? Tik meisjes. En waarom tik meisjes, man? Dat is gewoon zo. Zeg dat je ze willen, zeg dat je ze vertelt dat je ze willen. Dat moet zo chic zijn, zo. Het is niet van. Zo'n dikke schema. Je gaat zeggen, wauw. Ja, zie je, het spring een kleine hert, het. Een kleine sokker, sok. Wat zeg je, man? Het zit niet van! Ik heb hier gevraagd. Broer, wat? Maar, ik zei tik op, skinny meisje. Ah, tik, dingen. Dan zo tik. En dan zo, ship, ja, zo. Die sliep je uit. En dan ga je voor haar het doen. Oh, bro, wat heb je nu, man? Over die tikke bjolle en neval. Ze gaan springen op je, gaan zeggen, het zit niet van. Spring een kleine hert, zeer een neval. Jobbes, kijkers, welkom bij Amix TV. Shaboy Amix en ik sta momenteel in Antwerpen. Maar ik ga weer al vragen stellen. Dus doe af en toe bladeren omhoog. Volg me op Instagram, volg me op Snapchat. Links in de beschrijving. Peace. Meisjes. Skinny meisjes. Waarom skinny meisjes? Snapchat, als jij die gaan neuken, je kunt gewoon pakken als een plek. Je kunt gewoon 180 graden draaien. 80 graden? 180 draaien, snap je? Hoe oud ben jij? Ik ben 14. Ben je macht? Macht. Ja? Ja. Maar hoe weet je dit allemaal dan? Mijn broer, snap je? Ja, broer. Hoe oud is je broer? Hij is 19. Hij is van de straat. Dus hij zegt alles tegen u. Hij zegt alles tegen me. Alright. Snap je, ik moet hem gewoon opvolgen en zo. Alright. Wat skinny? En waarom skinny meisjes? Hoe dunner, hoe beter. Hoe dunner, hoe beter. Wat vind je van tik meisjes dan? Altijd welkom. Altijd welkom, maar je hebt liever tik. Ja, man. Skinny, sorry. Skinny, ja. Wat vind je zo uniek aan skinny meisjes? Alles past. Alles past. Jij slacht je sowieso kapot. Hoe bedoel je dat mee? Snap je, jij bent sterker. Sterker? Ja. Kan je misschien nog meer uitleg over geven? Liever niet. Liever niet. Maar skinny meisjes. Ja man, skinny meisjes. Heb je een chick? Ah nee, juist uitgemaakt. Je ex was een skinny of thick? Een dikke zonder mijn ex. En daar laat ik het bij. Alright. Kom even heel dik bij mij. De kleine piemel. Dat was grappig. Dat was heel grappig. Oké, de vraag is heel simpel. Tik of skinny meisjes? Tik. En waarom tik meisjes? Ja, gewoon. Gewoon? Ja, die hebben dikke tetten. Dus zeg maar, ze hebben dikke boobs dan? Yes. Alright, dat heb je lieve. Ja. En zeg maar, wat vind je van skinny meisjes dan? Maar die zijn savas, die zullen niet te dun zijn. Hmm. Right, maar zeg maar, heb je een chick? Nee. Je hebt een chick? Nee. Ja, ex. Is dat tik of skinny? Geen ex. Wat? Tik of skinny meisjes? Niet te dun, maar ook niet te dik. Maar wat kies je dan? Een dikke kont. Dus tik? Ja. En waarom? Omdat dat mooi is. Dus tik meisjes zijn veel mooier. Ja. Jij, tik of skinny meisjes? Dik. Waarom tik? Omdat dat mooi is. Hoezo? Omdat dat mooi is. Tik, man. Een tik, waarom tik? Tik omdat ik iets wil vasthouden als ik, je weet wel. Later, snap je? Niet nu, maar later. Ik moet eerst trouwen. Snap je? Alright. I am fighting with skinny guys, man. And skinny bitches, man. Whoa. Snap je? What the fuck you talking about, bro? What the fuck you talking about? Help me. Back up. Zeg maar, wat vind je van skinny meisjes dan? Skinny meisjes? Die moeten naar fitness, die moeten eten, moeten tagine eten ofzo, of een beetje couscous. En dan gaan die dikker worden en dan mogen die welkom bij Redwan, papi. Ook skinny, kom even zo dik bij mij zo. Ja, skinny? En waarom skinny meisjes? Skinny, die hebben altijd een mooier lichaam, vind ik. En je moet naar het innerlijk kijken. Het innerlijk. Sowieso. Ja. Maar wat vind je zo, zeg maar, uniek aan skinny meisjes dan? Ik weet niet, ik vind dat aantrekkelijker. Dan tik, ja. Liever tik, hè, natuurlijk. Tic. Ja, en waarom tik? Je moet eens kunnen vastnemen, hè. Ik bedoel, en natuurlijk, innerlijk is ook belangrijk, hè. Niet enkel maar nu hebben we eigenlijk over het uiterlijk. Okay. Ja, liever iets vastpakken, niet te doen. Weet je, je moet geen bot voelen of zo. Je moet er iets mee kunnen gaan eten. Die moet mee met u eten, die moet er niet naar kijken, snap je? Ja, klopt. Je hebt gelijk. Dus, tik. Kom even met mij. Oké, ik vind dat gewoon schoner. Schoner? Ja. Dat is skinny. Ja. Heb je een meisje misschien? Ja. Tik of skinny? Nou, tussen de twee. Zeg maar, tussenin. Tussenin. Alright, dat is goed. Jij? Dik. Ook dik? Ja. Oh, waarom dik? Ik weet niet, zo skinny, die hebben niks, hè. Dat is zo... zo platteke ze. Dat vind je helemaal... Je vindt dat niet kunnen? Nee. Dus nee. Eigenlijk tik. En wat vind je zo uniek aan tik meisjes? Ik weet niet. Het beste is er eigenlijk tussenin, hè, maar ja... Ja, dik is nog zo, ja, savai. Heb je een chick machine? Nee. Nee.
Maar stel, als je een chick zou hebben, zou die dan dik zijn? Nee, zo'n beetje zo tussenin, maar ook niet te dik. Alright, alright. Mijn broer, allebei. Allebei? Nee. Maar stel, als je echt moet kiezen tussen twee, die twee, wat zou je dan kiezen? Skinny. Skinny? En waarom skinny? Broer, dik zweet altijd. Dik wat? Broer, die zijn te dik. Kijk even de camera misschien. Wacht broer, dat gaat niet kijken naar de camera. Ja, die zijn wat te dik. Weet je waarom broer? Als ik naar de camera kijk, die dikke meisjes allemaal naar mij komen. Ah, oké. Okay. Snap je broer? Dus je hebt liever tik, skinny? Nee broer, ja skinny, skinny. En zeg maar, heb je een chick? Ik, tuurlijk broer. Ja? Is dat mijn chickie? Ja. Is ze skinny of tik? Skinny broer. Skinny. Wat vind je zo uniek aan skinny meisjes? Die hebben geen fit, dat is gewoon perfect. Is gewoon perfect? Perfect. Alright, dankjewel voor mee te doen. Zeg maar, ben je ooit samen met een tik meisje geweest? Of een skinny meisje? Allee, zeg maar. Nooit met skinny meisje eerlijk gezegd. Nee. Nooit. Nee, dus eigenlijk met een tik. Wel een beetje vlees, weet je. Het is belangrijk, het is belangrijk, het is belangrijk. Wat is er zo uniek aan naam, tik meisjes? Ja, het is gewoon hoe dat ze eruit zien en... Het is gewoon mooier, weet je. Die curves, die rondingen, dat is belangrijk, weet je. Dat is gewoon... Alright, dus liever tik dan skinny. Liever tik sowieso. Alright, alright. 100%. Meisjes. Tik. En waarom tik meisjes? Omdat die meer vorm hebben. En wat vind je van skinny meisjes dan? Oh, even knap, maar liever tik. Ben je ooit met een skinny meisje geweest of een tik meisje geweest? Niet met een skinny. Wel met tik. Vooral met tik. Ass. Ja, dus ja. Tik meisjes. En ja. Waarom? Wat vind je zo leuk aan tik meisjes? Wat is er zo uniek aan tik meisjes? Gewoon lekker dat het komt, misschien een beetje borsten en luisteren. Wat vind je van dik meisjes dan? Dik meisje, je kunt die niet oppakken. Snap je, alleen zijn kont is gewoon perfect. Zwaar. Ja, maar snap je, dikke meisje, type geen lab. Je vindt dat niet zo mooi? Nee, alleen skinny meisje. Zeg maar, ben je ooit met een skinny meisje geweest of een dik meisje geweest? Oh, skinny meisje. Oei, oei, oei. Vriend, ik had daar zo hard binnen gedraaid. Dus je hebt het liever skinny meisjes dan tik? Tuurlijk. Alright. Het is goed, tik, sowieso. Tik! En waarom tik je? Mom, tik, waarom? Dat is toch normaal? Ik ben een neger, snap je? Dunne meisjes die gaan mij niet aankunnen, sowieso niet. Nee? Hoezo niet, vriend? Cousin, Mooi, ik ga er niet over praten. Ik zeg gewoon, dunne meisjes die gaan mij niet aankunnen. Dunne meisjes kunnen niet aan? Nee, sowieso niet, sowieso niet. Daarom, ik heb liever tik meisjes, hè. Wat vind je van skinny meisjes dan? Skinny meisjes, kijk, ik heb één ding te zeggen, gewoon een beetje meer eten en voilà. Een beetje meer eten, chappende, chappende. Wat moeten ze eten dan? Wat? Wat moeten ze eten? Ah, c'est semoule. On mange le bondou. Semoule, le bondou, avec le kwanga, tu vois, le foufou. Broer, ik versta dat niet. Mooi, dat is Afrikaans eten, snap je? Ah, oké, maar dan... Of skinny meisjes? Dat hangt ervan af. Er zijn zowel mooie... Tik meisjes als mooie skinny meisjes. Maar wat heb je liever? Ik heb echt niks liever. Ik heb echt mooie tik meisjes gezien. Ik heb ook mooie slim meisjes maar gezien. Stel, als je echt nieuw moet kiezen. Dus, ja, als je nu echt moet kiezen. Wat kies je dan? Tik, maar niet te tik. Tik, maar niet te tik. Ja. Waarom tik? Beter vormen hebben dan geen vormen hebben. Dus tik meisjes hebben meestal zeg maar vorm. Ja, meer vormen dan de. En vlees ook. Wat? En veel vlees. Dikke. Mom, niet dikke, maar je weet wat ik bedoel. Tik. Doe jij. Assalamu alaikum. Mom, je weet wat ik bedoel. Latina's en zo van die meisjes, je weet. Dus tik. Wat is tik als hebben? Tik is zeg maar volle meisjes. Ja, volle meisjes. Ja. Dus tik meisjes dan? Ja. En waarom? Daarom kun je wilt toch geen. Je wilt toch geen tandenstoker? Tandenstoker, hoe bedoel je daarmee? Skinny meisjes. Skinny meisjes. Waar je de botten door ziet. Dus je hebt liever tik meisjes? Ja. En wat vind je? Was dat Nederlands of was dat Frans? Dat was gewoon Afrikaans eigenlijk. Pondou, hè? Pondou, fufu, dat is Afrikaans. Ah, oké. Okay. Ja, dat is Afrikaans. Dus meer eten skinny meisjes? Of niet? Kijk, meisjes moeten meer fufu eten voor manger, hè? Voor manger le fufu, hè? Met kwanga en zo, snap je? Dan ga je een zieke vandaar krijgen, sowieso. Doe een boodschap naar de tik meisjes dan. Ah, c'est ça. Ja, c'est ça. Wat? Tik meisjes. Boodschappen nodig, hè? Dat niet nodig. Hè? Hoezo niet? Dat is niet nodig. Je dus het is een goed. Boodschap doen voor de skinnies. Niet aan die tik. Voor de skinnies, nee, de tik niet, man. Alright, alright. Dus ik, voilà, dit is een bien. Van mij, jullie mogen zo blijven, tik. Niet meer van tik naar ik weet niet wat gaan, hè? Tik, jullie zijn bien. Blijf zo, wat is het bon.
pik meisjes. Heb je een chick? Nee, man. Nee. Nee. Heb je een ex? Ook niet. Dus je hebt nooit een chick gehad? Nee, nooit. Ben je ooit met zeg maar een chick one night stand? Nee, doe ik niet. Nee? Never. Je kust? Wacht tot het trouw. Dus je hebt ook nooit gekust? Ik blijf halal. Dus je hebt nooit gekust? Nee, ook niet. Dat kan. Dat kan allemaal. Jij bent, dan mag je allemaal een tik. En waarom tik? Tik. Kan niet, als jij meer dan je vriendin hebt, dat is toch een beetje, hè? Mm-hmm. Is liever tik, ja. Alright. Heb je een chick dan? Nee. Nee. Maar je ex, zeg maar je ex. Geen. Ook geen ex. Je hebt ook geen chick, nooit een ex gehad. Nee. Nee, nooit een chick gehad. Nee. Ja, veel vlees, ja. En jij? Net hetzelfde als haar, maar ik zou liever tik willen zijn. Ik tik, en waarom tik, ja. Man? Ja, ik weet niet, ik vind dat... Allee, skinny meisjes vallen ook goed in kleren, maar ik vind persoonlijk voor mezelf dat ik zou goed passen in mijn kleren. Veel vlees? Veel vlees. En waarom tik dan? Gewoon tik. Wat maakt tik zo interessant? Niks maakt het interessant, het is gewoon, ik weet niet, ik vind het gewoon mooi. Allee, skinny meisjes zijn ook mooi, don't get me wrong, maar... Allee, als ik naar de fitness ga, dat is om... Ik wil fit zijn, maar ik wil ook zo dik zijn, ziet je? Een beetje kontjes. Ja. Ja, dat mag. En wat vind jij? Oh, ik? Oh. Is goed, man. Is goed. Nee. Ik antwoord niks. Tik. Waarom tik meisjes? Skinny, dat is zo... Ik weet, dat is gewoon vol. Dat is vol. Why is vol? Ja, kijk, een skinny geeft er niks aan, hè. Maar tenzij als ze echt een mooie idee heeft, dan kan ik misschien nog een relatie hebben met haar. Als je een wat? Een mooie hoofd. Ja? Gezicht. Ja. Ja, dan kan ik misschien nog een relatie gaan, maar als ze gewoon tin is en niks speciaals, ga ik liever voor die tik, man. Tik. Ja. Zeg maar, ben je ooit met een skinny meisje geweest dan? Nee, man. Nee, nooit. Nee. Altijd met tik meisjes geweest. Kijk, maar soms... Nee, maar kijk, al mijn meisjes hadden gewoon een vrouwelijke lichaam, zeg maar. Mm-hmm. En dus skinny meisjes niet op? Ja, maar... Allemaal vrouwelijke lichaam, dus geen mannelijke. Dus ben ik gay of zo? Ja? Kijk, gewoon... Zat jij 10 meisjes, dat gaat gewoon niet. Dat kan niet. Tik. Nee, skinny meisjes bedoel jij? Ja. Skinny meisjes gaat gewoon niet. En waarom niet? Omdat dat voor is. Ik kan het niet uitleggen. Alright. Je moet het wel accepteren, klaar. Alright. Snap het, dat is jouw mening. En jij? Nebil. Tik of skinny meisjes? Tussenin, man. Tussenin. En waar is tussenin? Tussenin, niet te dik, niet te dun. Dus eigenlijk zeg maar al. Laten we zeggen, skinny tik. Nee, bro. Skinny tik, ja, dat is tussenin. Je moet tick. Gewoon een mooi afgetraande lichaam hebben. Ja, maar dus skinny tik dan, dat is tussenin, hè? Ja. Skinny tik. Tik skinny. Ja, die kont moet nog altijd gataar zijn. Waarom moet die kont zo gataar zijn? Waarom is kont zo belangrijk? Anders neuk ik kapot als dat weer. Kan ik gewoon vlees eten, gewoon daarna neuken. Of aftrekken, snap je? Bro, wat praat je zelfs? Ola, dat is toch de waarheid, dat zou. Wat heb jij liever, right? Wat zegt hij zelfs, man? Wat heb jij liever? Nee, kijk, luister. De vraag is heel simpel. Tik op skinny meisjes. Niks over seks. Niks over neuken. Niks nee, over... Nee, maar jij vraagt aan mij waarvoor. Waarom? Ja, waarom? Okay, waarom? Skinny meisjes? Waarom geen skinny meisjes? Broer, anders neuk ik bot als wij iets gaan hebben, snap je? Right, ik snap het. Ik snap wat je bedoelt. En wat vind je zo uniek aan dik meisjes dan? Aan dik meisjes? Uniek. Dik meisjes. Tussenin. Ja. Zeg maar, tussenin meisjes. Ja. Wat ik daar uniek aan vind? Mm-hmm. Niks. Ik weet het. Dus, ik vind dat gewoon mooi. Je vindt dat gewoon mooi? Dat is het er deftig gaat. Ja. Alright. Denken we voor mij. Heb je een chick? Ik, ja, vriend. Die ligt daar. Die zit daar. Oh, zij is dik, hè? Alleen tussenin, hè? Tussenin. Playboy. Playboy. Ja, altijd daar dingetjes doen. Je weet toch wat ik bedoel? Ja, voilà. Misschien voor mij te doen, man. Niet dik. Tik. Tik of dun. Iedereen is hetzelfde. Dus wat heb je liever dan? Elk. Tik, man. Ja, tik. En waarom tik? Snap je, dat is zo van, als je stapt met je meisje op straat, mm-hmm. Zijn draaien achteraan, die kijkt naar je vriendin en denkt ze van, dat is van mij, niet van jou, man. Snap je, dat is van mij, je pakt het zo vet. Mm-hmm. En wat is er zo, zeg maar, wat is er zo uniek? Uniek? Dik meisjes. Uniek aan dik meisjes, je body dat is zo slim, snap je, slim? En dan tik, dat is mooi, dus die vormen zijn mooi, dat is net als een Braziliaanse... Body, snap je? Ik ben Braziliaan, dus dat is normaal. Snap je een chick, zeg maar? Nee, man. Single, man. Was je ex tik?
Nee. Nee, dus jouw ex was eigenlijk skinny. Ja. Ik had geen keus. Ja, had geen keus. En waarom had je geen keus? Fuck this, man. Heb je misschien een chick? Nee, op het moment niet meer. Niet meer. Geen chickie meer op het moment. Oh, hoe niet? Even single life, even genieten van het single leven, dat is ook belangrijk. Zo moet je een beetje tijd voor je eigen nemen, weet je. Heb je misschien Snapchat of Facebook? Ik heb Facebook. Hoor even je Facebook, want misschien de dames willen jou misschien toevoegen. Ah, Yassine. Yassine als je leven, man. Toevoegen maar. Yassine als je leven. Alright. Is goed, man. Denk wel een beetje doen. Ja, skinny meisjes, man. Natuurlijk. Wat natuurlijk? Ik zeg gewoon, tik of skinny meisjes. Natuurlijk. Wat natuurlijk? Tik of skinny meisjes. Ja, man. Skinny meisjes met vlees. Daar moet ik echt nog eens voor nadenken, joh. Tik of skinny meisje. Weet je wat een tik meisje is? Zeg het eens. Een tik meisje is, zeg maar, een meisje met veel lichaam. Met lichaam, met vlees. Snap je? Een skinny meisje is... Ja, je weet toch. Skinny meisje. Zo. Dus, wat moet je dat ik doe? Kiezen tussen skinny meisje of met vlees? Ja, man. Is dat nog een vraag? Ja, Oh, wat ben je die vraag aan het... Dat is geen vraag. Dat is gewoon een vraag. Dat is geen vraag. Is geen kies eentje, kies eentje. Vlees. Dus stik. Stik. En waarom tik, man? Goeie stik. Met nog saus daarop. Nee, man. Nee. Gewoon. Saus op die tik. Chickies nee, op, nee. Gewoon. Vlees is goed. Dus stik. Standaard. Maar wat vind je van skinny meisjes? Skinny meisjes... Ah, miserie. Miserie. Hoezo, man? Moet een beetje eten, Ze moet een beetje eten. Moet je vlees krijgen, dat is belangrijk. Hè? Heb je een vriendin? Ja. Is zij tik of skinny? Zij is tik. Zij is tik. Ja, goeie stik. Doe je zelfs op als je gaat eten? Nee. Dat is tussen ik en haar. De rest. Dus je doet sowieso altijd saus zo, even saus op. Welk saus? Rustig. Welk saus? Mayonnaise, pak mayonnaise. Mayonnaise. Als je snapt wat ik bedoel, mayonnaise. Playboy. Nee. Single. Nee. Ik heb een vriendin, hè. Als mijn vriendin dit ziet, ze gaan me afmaken. Klaar, dan die slagen. Dat zou je zo slagen. Dat is jouw schuld. Of skinny meisjes, man. Tik, man. Waarom tik? Gewoon dat je een beetje zo in het bed een beetje knuffelen en zo. Niet dat jij naast een stokbrood of zo zit. Nee. Stokbrood. Beschrijf een stokbrood. Ja, baguette gewoon. Stokbrood. Ilias. Baguette. Heb je een chick, man? Ik heb geen chick, man. Maar je hebt wel, als je een chick gaat, zeg maar. Hebben? Ja. Ga die skinny zijn of ga die tik zijn? Tik. Melk maakt dan uit. Het innerlijk is het belangrijkste, toch? Is dat niet, man? Normaal is het innerlijk het belangrijkste. Heb je ooit een tik chick gehad? Ik heb ooit een tik chick gehad, ja. Nou, hoe was het, man? Het was goed, man. Goed. Ik ben maagd, sowieso, maar. Ik ken dat niet. Dat was wel een goeie. Dat was een goeie. Goeie knuffelbeer. Jij, man? Tik of skinny meisje? Bij mij, dat hangt er vanaf. Ik qua meisje, ik ben echt kieskeurig. Bijvoorbeeld als die skinny meisje een goede innerlijk heeft, een goede hart, dan moet je ervoor gaan. Snap je? Misschien is het een minpunt dat ze skinny is, maar dat je erbij neemt. Maar als ze tik is, heeft een goede innerlijk en zo, dan moet je een beetje binnen voor het leven. Snap je? Dus wat kies je dan? Tik, man. Beetje vlees, of wat? Ja, dat is toch normaal. Maar wat vind je van skinny meisjes? Skinny meisjes, die kunnen knap zijn, maar dat is zo... Dat is zo wat? Dat bestaat niet. Dat is er niet. Snap je? Hoe bedoel jij dan? Bijvoorbeeld hun get of zo. Als je naar hun get kijkt, dat is er niet. Wat is er dan? Ja, ik weet niet. Mooi gezicht en zo. Een lange rug. Ja, een lange rug. Een eindige rug. Dus jij kiest ook voor tik meisjes? Ik ga een voorbeeld geven. Kennen jullie die robot van Futurama? Die robot van Futurama, de twee benen in één rug. Zo ziet dat eruit. Jolla, je moet eens beseffen. Jolla, zoek dat eens op. Ik zou erop zoeken. Jolla, zo. Dus jij kiest ook tik of wat? Saraha, ik heb nog altijd een vraag. Wat betekent tik? Tik is dik. Alleen niet dik, maar dan vlees. Vlees. Ja. Uiteindelijk heeft het lichaam niet veel te beslissen in een relatie. Ja? Je moet gaan voor de... Voor de innerlijk. Uiteindelijk is uiterlijk maar iets kleins. Dat beslist niet veel in een relatie. Ik weet dat niet, hoor. Ik vraag het. Dat is mijn mening. Dat is jouw mening. En jij, man? Tik of skinny meisje? Tik. Sowieso tik. jij gaat direct naar tik, man. Waarom tik, man? Direct, dat is. Het is moeilijk uit te leggen, joh. Hoezo? Is het moeilijk om uit te leggen? Wat vind je van skinny meisjes dan?
Dat is niks voor mij, man. Maar jij zit ook zelf aan. Ja, ik ben zelf... Allee, meer dan tik. Jij bent meer dan tik of... Goeie leven, dat noemen ze het goeie leven, joh. Ja, goeie leven, joh. Dat snoep. Heb jij een vriendin? Nee, man. Ik ben te lelijk voor een vriend. Hoezo? Je bent te lelijk voor een vriend. Ja, okay, ga ik knappen, gast. Wacht, wacht. Gooi even je Snapchat. Gooi even je Snapchat. Misschien, ik weet niet, hè. Ik heb geen Snapchat. Facebook? Oh, ook niet, man. Instagram? Ja, Tofik, laagstreepje, Ella. Dus meisjes, voeg hem toe. Ik weet niet, als jij hem knap vindt. Ja, hij is single. Hij is ook single. Sowieso. Gooi even je Snap. Of Insta. Iliaske 222. Dames, voeg hem toe, hè. Simpel ja, ook promoten. Ja, bij mij. Dan voor de kamertje. Hij bij de sahbi. Bij mij NS2610 ANASS 2610. Instagram NSANASS. Lijkstreepje LHTAP. Lijkstreepje. Moet hem veel mensen gaan met wel kennen. Maar dat is love naar jullie. Doe het zo in je buurt. Bij mij heel simpel. Facebook, Ibn Saddam. Ibn Saddam, Snapchat, Ilias, Ypsilon. 97, lijkstreepje 7. Tang. Esso naar Antwerpen. Esso naar Kiel. Kiel, Esso. Apollo, Apollo. Twitch, Kiel, Esso naar de buurt. Apollo!